Voor de Tonkinese soep brengen we de bouillon aan de kook met een mespuntje gember. Wanneer de bouillon kookt, gaat daar de mihoen bij. Dan laat je dat 15 minuutjes zachtjes koken. Roer af en toe door. Dan doe je in elke soepkom een flinke schep van de mihoen. Samen met wat bouillon. Dan gaat de rode peper bij. Brengen we smaak met peper en zout. Vervolgens de peterselie. En de tartaar. En dit serveer je dan. Eet smakelijk.